Deze samenvatting is mede mogelijk gemaakt door Brandoil, John en Mina Mode en de Promotion Support Club. Kijkers van Internet TV, hartelijk welkom op Sportcomplex Helbergen. Het is een regenachtige zaterdagmiddag. En het is zaterdag 13 oktober 2012 en we spelen vandaag de thuiswedstrijd tegen Hieren. We hebben een voorbeschouwing hier met trainer Edwin van Nijen. Edwin, afgelopen zaterdag een hele sterke tweede helft. Vinden we dat terug in de opstelling en hoe ziet die eruit? De opstelling, nou, die vind je terug in de opstellingen, ja. De Eumerstedt in de goal, rechtsback Joost van Vliet. Centraal heb ik Wilco en Wouter. Links staat Melvin, want Quincy is dinsdag tegen Genemuiden geblesseerd geraakt. Op het middenveld hebben we Jeroen, Tom en Mark. En voorin Aldo, Cem en Nick. En op de bank zitten Jessin, Samad, Joost Kuiper en Jordi. Bedankt Edwin. We hebben afgelopen dinsdag toch wel genoten van de wedstrijd tegen Genemuiden. Positief dat er zich steeds meer jongens aandienen, hè, voor de selectie. Ja, maar dat is ook de kracht van FC Zutphen. Weet je, dan weet je dat je heel veel goede jeugd hebt. Als je kijkt naar A1, daar zitten een aantal talentvolle jongens in. Luc Meijer, die heeft dinsdag meegedaan. Nou, als je ziet hoe die bij ons meedraait. Op trainingen traint hij mee op dinsdag. Als je kijkt hoe Ricardo zich manifesteert dinsdag. Die heeft nog niet meegetraind. Maar goed, die hebben we vorig jaar natuurlijk bij de A1 gezien. En als je ook kijkt hoe hij het nu bij 2 doet, die doet het gewoon goed. En Luc Hageman, die komt volgens mij van een vijfde klasse Baakse Boys. En als je dan ziet hoe hij het bij 2 doet. En als je dan, die heeft al een keer eerder meegedaan, ingevallen. Nou, dat zijn jongens die zich manifesteren. En zo lopen er nog een aantal jongens in de tweede die heel goed bezig zijn. Naast de selectie die ik zelf heb, met natuurlijk 5 jongens van A1. Nou, er staan er vandaag 2 in de basis. Nou, die laten dat gewoon zien op training. En er zitten er 2 op de bank die hartstikke gemotiveerd zijn. Jammer is dat Jelle Makkeree, die is nu in topvorm. Maar ja, goed, die is donderdag geopereerd aan zijn kaak, dus die zijn we even kwijt. En Armani natuurlijk, die ongelukkig zijn enkel heeft gebroken. Hier dan de opstelling van trainer Remco Arends van voetbalvereniging Hierden. Die in tegenstelling tot zijn collega van FC Zutphen weinig blessures heeft in zijn selectie. En dus wekelijks een ingespeeld team kan inzetten. Bij FC Zutphen ontbreken door blessures Dominique van Hoof met de knie. Hermani de Andrade, gebroken enkel. Quincy Tazelaar, enkel. Sebastian van Laar, enkel. Gilles Altman heeft deze week besloten te stoppen met voetballen vanwege een hardnekkige blessure. Jocke Koster sluit weer aan op de training na 2 jaren blessureleed. En toch beschikt trainer Edwin van Nijen, ondanks al die blessures, over een talentvolle groep die nog kan groeien met veel jonge spelers. En dan de wedstrijd FC Zutphen tegen VV Hierden. Wilke van Os met een lange bal naar voren, maar zoals ze vaak met lange ballen komen ze net zo hard weer terug. En hier ook, Hieren direct in de aanval, gevaarlijk. Brian Klaassen, maar Wouter de Haan die kan net de bal wegschoppen voordat Arnoud Vrieling gevaarlijk wordt. Dit was direct in het begin al een hachelijk moment voor het doel van Ömer Demirci. Aldo Joachim passeert makkelijk zijn man. Schijntrap. Nog een keer. Een goede voorzet, maar recht op de keeper die de bal tot corner verwerkt. Een goede inzet van Aldo Joachim. Tom de Haan. Mark Bloemendaal. Ja, daar is Tom de Haan iets te laat en dat betekent een overtreding. Vrije trap voor Hierden. Goeie vrije trap, goed gehouden door Ömer Demirci, maar een prima vrije trap van Ugur Ayas. Ingooi FC Zutphen, Joost van Vliet. Aldo Joachim. Mark Bloemendaal. Mark Bloemendaal, ze waarschuwen voor zijn linkerbeen, maar hij doet het met rechts. En dat is nog niet eens zo ongevaarlijk. Prima inzet van Mark Bloemendaal. En dan VV Hierden weer. Bal doorgeschopt op Brian Klaassen. Brian Klaassen passeert zijn man en daar, gevaarlijk nog. Michael Roelofsen die in het zijnet schiet. Daar komt FC Zutphen opnieuw goed weg.
Mark Bloemendaal. Sim Keuze. Niek Bakkeweert. Niek Bakkeweert, ja. Dat is niet makkelijk. Anthony Romein die pakt de bal goed af. En dan meteen een lange trap naar voren op Arnoud Vrielink. En Wouter Daan krijgt de bal ongelukkig in zijn benen. Ja, een doelpunt meteen voor VV Hierden. Een prima doelpunt overigens in de 36e minuut. Een lange bal van Anthony Romein komt via Wouter de Haan bij Arnoud Vrieling. En die ziet Erwin de Meersie te ver voor het doel staan. En hij schiet over Erwin de Meersie heen in het doel. 0-1 voor VV Hierden. Arjen van Ark. Bal schiet door. Arnoud Vrieling. Legt de bal even terug op Michael Roelofsen. Maar die bal wordt goed gehouden door Joost Kuiper. En nog een keer een goede redding van Erwin de Meersie op de inzet van Paul van Renselaar. Maar de bal is nog niet weg. En nu kan Wouter Daan de bal opruimen. Een prima redding overigens van Erwin de Meersie. Aldo Joachim. Mark Bloemendaal. Zoekt een 1-2'tje, maar die gaat niet door. En de bal die komt bij Tom de Haan. En bij Jim Keuze. Jim Keuze placeert zijn man uitstekend. En nou een voorzet. Een goede voorzet. Wordt doorgekopt. Uitverdedigd, maar niet goed. En hij komt bij Mark Bloemendaal. Maar Mark Bloemendaal schiet naast het doel van Arjen van Ark. Dan VV Hierden. Michael Roelofsen. Arnoud Vrieling met een goede mogelijkheid. De bal die gaat voorlangs. En dan Brian Klaassen. Die in het zijnet schiet via Umer de Meersie. En dat betekent een corner voor Hierden. Corner genomen. Ingekopt. Lijkt tegen de lat te gaan. En bijna over de lijn. Nog niet een scrimmage voor het doel en nog een keer een goede kans voor Anthony Romein. Maar hij weet de bal niet goed te raken en Mark Bloemendaal kan de bal opruimen. Dit was toch even een hachelijk moment, zo vlak voor de rust voor FC Zutphen. En dan de tegenaanval. Aldo Joachim en Wilco van Os. Wilco van Os met een goede mogelijkheid, maar die raakt de bal net verkeerd. Waardoor hij naast het doel gaat van Arjen van Ark, de keeper van VV Hierden. En dan de tweede helft. Ingooi van FC Zutphen. Niek Bakkeweert op de huid gezeten. Mark Bloemendaal met een prachtige passeerbeweging als het zo bedoeld is. Aldo Joachim. Mark Bloemendaal. Mark Bloemendaal met zijn linker. En een goede. En een goed schot en een prima redding van Arjen van Ark. Wilke van Os met een goede tackle. Heel rustig, Tom de Haan. Melvin Evans. Bal wordt weer teruggekopt. Maar daar zit Tom de Haan weer goed bij. Jeroen Luikman. Jim Keuze. Jeroen Luikman wil de bal terug. Maar Jim Keuze denkt, ik doe het zelf. En hij schiet. Jongen, 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 wat een mooi doelpunt. Prima doelpunt. Jim Keuze die meteen naar zijn vader gaat. En hem even knuffelt en daar komen de rest van de jongens ook aan. Die de vader van Jim Keuze erbij betrekken. Prima moment in deze wedstrijd. En dat had het ook wel nodig. Jim Keuze denkt, de keeper staat behoorlijk verkeerd. Ik probeer het maar eens. Zoals hij wel eens vaker dat gedaan heeft. En hij prikt de bal erin. En dan is het 1-1 in de 52e minuut. En FC Zutphen lijkt behoorlijk anders uit de kleedkamer gekomen dan ze erin zijn gegaan. Ze zijn wat fanatieker, wat feller en opnieuw een aanval. Jim Keuze op links. Voorzet en dan Aldo Joachim met een goed schot. En keeper Arjen van Ark weet de bal te keren. Ja, ja, de wedstrijd wordt mooier en mooier. Niek Bakkeweert. Verliest het duel.
Jim Keuze, goede inzet. En Tom Daan komt in balbezit. Jeroen Luikman en dan Jim Keuze op Niek Bakkeweert. Raakt even de bal kwijt, maar herstelt zich. Mark Bloemendaal op Aldo Joachim. Aldo Joachim, voorzet, schiet op de keeper. En dan Jeroen Luikman. Ja, dit is toch weer hartstikke mooi. Prima aanval, prima inzet. En een uitstekend doelpunt van Jeroen Luikman. Die de laatste tijd toch al goed bezig is. En dat nu bekroond met een mooi doelpunt. Aldo Joachim, gevaarlijk. Als hij is op de rechterkant en dan Jeroen Luikman als de kippen erbij om die bal over de lijn te drukken. Dat betekent 2-1 in de 57e minuut voor FC Zutphen. Ingooi Aldo Joachim. Mark Bloemendaal, prachtige beweging. Ja, zo passeert hij nog even een paar mensen. En nou naar de keeper, maar de bal die is te laag om keeper Arjen van Ark te verrassen. En zo is het een corner geworden, maar daar kwam verder niks uit. Joost Kuiper. Aldo Joachim. Bal die wordt weggewerkt. En ja, een goede mogelijkheid nog voor Jeroen Luikman. Ja, dit is een bal in de categorie had gekund, maar dit keer ging het niet. Tom Daan. Prima balletje op Aldo Joachim. Aldo Joachim zit voor. En daar kan nog net een voet van de verdediger van Hierden ertussen komen om die bal tot corner te verwerken. Tom Daan met de corner. Wordt in eerste instantie weggewerkt en Mark Bloemendaal pakt de bal over. Mark Bloemendaal met een hard schot en prima doelpunt. Mark Bloemendaal in de 84e minuut maakt hij er 3-1 van voor FC Zutphen. Prima overgenomen die bal en hij maakt zich vrij en met een uiterste inspanning schiet hij strak tegen het net aan. Mooi doelpunt voor Mark Bloemendaal en daarmee 3-1 voor FC Zutphen en de keeper opnieuw gepasseerd. Arnoud Vrieling en de bal wordt doorgekopt door Reijer Roelofsen. Paul van Renselaar, met een goed schot, bal tegen de lat. Jongen, daar komt FC Zutphen nog aan het eind van de wedstrijd nog goed weg. Want Hierden begon meer te drukken, want die wilde nog proberen een puntje eruit te slepen. Nogmaals, Hierden, weggewerkt door Joost Kuiper. En ze proberen het maar weer. En opnieuw een goede redding van Urmin de Mirzi. Maar ook een prima schot van de speler van Hierden. En inmiddels begon het weer te regenen. En krijgen we nog een vrije trap voor Hierden. En opnieuw een goede vrije trap. Maar daar zat Urmin de Mirzi weer goed bij. Die kennelijk ook zijn dag heeft. Ja, en het is nog spannend zo aan het einde van de wedstrijd. En scheidsrechter Oudijk laat nog even de ingooi doen. Balde wordt weggeschoten door Aldo Joachim. En dan fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. En wint FC Zutphen verdiend met 3-1 van VV Hierden. De eerste helft viel een beetje tegen. Mark Bloemendaal met zijn doelpunt die de 3-1 scoorde. En Jeroen Luitman de 2-1. Prima prestatie van FC Zutphen, met name in de tweede helft. Ze kwamen als herboren uit de kleedkamers. En zo willen wij dat FC Zutphen graag speelt met passie, strijd en inzet.